Microsoft heeft bij Bing ook gewoon ChatGPT geïntegreerd, maar dat kun je ook doen met Google. Hoe ziet dat eruit? Als ik bijvoorbeeld hier een vraag stel, geef me de top 10 banken uit Duitsland met balanstotaal. Als ik er een vraagteken achter zet, dan komt hier in ChatGPT komt meteen dit verhaal erachter. En je ziet hier het balanstotaal. Je kunt ook ChatGPT 4 doen, maar dat is een betaalde upgrade. Cloud ook betaald, maar Bart hoef je alleen maar toestemming te geven. En dan krijg je ook de gebeurt rond Bart. Nou, hoe krijg je dit nu in Google? Daar moet je een extensie voor integreren. En dat gaan we zo meteen even doen, nadat we Bart hebben gehad. Het is wel leuk om die twee met elkaar te vergelijken. Want Bart is geüpdate tot en met nu. Die heeft gewoon geüpdate informatie. Terwijl ChatGPT heeft het tot september. Nou, hoe krijg je hier? De reactie is van 2022. Top 10 banken en dan krijg je een keurig controle met ook de bron erbij. En die krijg je dan keurig netjes erin. Dus daarmee kun je ook twee met elkaar vergelijken. Nou, hoe doe je dat nou? Ik zeg dan, ik wil googlen de extension Google Chat voor Google. Als je dat hebt, je klikt erop en je zegt introduceren in Google. En vanaf dat ogenblik heb je deze optie. Dus dat is uitermate handig. Wat ook handig is, als je hier even aan de rechterkant zegt installeer, dan kun je hier dus inderdaad zeggen een pro-plan kun je kiezen. Je kunt de taal kiezen en je kunt ook zeggen van wanneer het thema en wanneer die het moet doen. Dus je kunt ook inderdaad het zoekpaneel bijzetten, wat er allemaal in moet, Google, Yahoo en dat soort zaken. De chatpagina kun je kiezen en je kunt ook zeggen van ik wil altijd een vraag hebben. Of ik wil, of hij moet het altijd doen, of hij moet het alleen maar doen als je een vraag erna zet. Dus dit is de manier waarop je het krijgt. En dan heb je altijd met google.com van waar moet ik zonnepanelen installeren? Vraagteken. En wat je ook doet, je krijgt hier keurig netjes altijd ChatGPT. Mooi geïntegreerd en eventueel alle andere dingen. En deze extensie is volledig gratis, zodat je, zolang je niet ChatGPT 4 gebruikt. Oké. Okay.